Gina, we zijn hier in het oude postkantoor te Delenswaard. En daar zijn we niet zomaar, want straks vindt hier een debat plaats. Tussen de plaatselijke ondernemers van Delenswaard en de politiek. En dat gaan jullie leiden. Wat? Ja, dat is een debat tussen de politiek en de ondernemers. En er zullen nog meer mensen aanwezig zijn. Ik zag ook meneer Scherpenkaart net binnenkomen. Die heeft een heel eigen idee over de noordelijke variant. Het gaat over de infrastructuur. En daar hebben we het vanavond natuurlijk ook over. Dus ja, heel veel interessante onderwerpen. Ja, maar dat was mijn vraag. Welke onderwerpen komen er allemaal voorbij? Nou, wat natuurlijk een heikel punt is, dat is de leegstand in Delenswaard. We willen natuurlijk heel graag dat de lege panden weer volkomen. We gaan het dus hebben over de infrastructuur, maar we gaan het hebben ook over de zondagopenstelling. Is ook natuurlijk wel een interessant onderwerp. Daarnaast ook het aantal parkeerplaatsen wat we hier op de markt hebben in Delenswaard. Dus, en alles wat er verder nog ter tafel komt. Ik denk dat het genoeg stof tot discussie is. Dat klopt. Hartelijk welkom bij het officiële politieke debat. De eerste in de historie, denk ik. We hebben in het verleden een politiek café gehad. En wij dachten enkele weken geleden eigenlijk van goh, het zou eigenlijk goed zijn om de politiek eens uit te nodigen. En te laten weten wat wij van bepaalde punten in deze straat vinden. Nu gewoon hier natuurlijk verplaatst wordt. En ja, we zouden eigenlijk gaan hier. We hebben dus op stelling. Leegstand van de winkelpanden van Delenswaard haalt het hier niet uit ons dorp. Ja, wie wil daarop reageren? Anderzijds kun je natuurlijk ondernemers niet dwingen om van de Juliaanstraat noord naar zuid te gaan en dan van zuid naar de markt. Dat is des ondernemers. We hebben de stelling eigenlijk staat volgens behandeling. Er zijn 6 evenementen die een subsidie hebben gekregen, waarvan er 3 in Harderwijk worden opgelost. Ik wil natuurlijk jullie hartelijk bedanken. Ik wil in de zaal hartelijk bedanken, want er is veel input geweest, veel vragen geweest. Meneer Linde, we hebben net het debat gehad. Ja, de conclusie van de avond. Nou, de conclusie mag denk ik wel zijn dat we een goed debat hebben gehad. Dat iedereen zijn of haar mening kon zeggen. Dat we opbouwend bezig zijn geweest. En dat de Delenswaardse ondernemers op deze manier de goede contacten met de politiek hebben versterkt. Is zo'n debat voor herhaling vatbaar? En wordt hier wat meegedaan? Nou, wij zijn zeker van plan om hier wat mee te doen. We maken er een rapport van wat ook naar het college gaat. En wat ik zo van de raadsleden heb begrepen, vindt iedereen wel dat het voor herhaling vatbaar is. Ik denk ook dat het heel goed is dat pers, ondernemers, politiek en dergelijke elkaar op een ongedwongen manier kunnen ontmoeten zoals vanavond gebeurd is. Iedereen kon zijn of haar mening zeggen, de zaal kon meedoen, de sprekers konden meedoen. Dus echt, het ging over en weer en het schept wat duidelijkheid. Niet iedereen is met elkaar eens, maar dat hadden we ook niet verwacht en dat hoeft ook zeker niet.